Samen met loonwerkers houdt het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer velddemo's. In deze aflevering aandacht voor verschillende manieren van ondiepe grondbewerking in het voorjaar. Nou, wat we vandaag op deze demo willen laten zien is een vijftal verschillende manieren van bodem bewerken die afwijken van het diepgaand ploegen. Nou, dit is onze overtopfrees. Die frees die draait tegen de rijrichting in en die gooit het product dan door de spijlerrek heen, waardoor de gewasresten en de grove kluiten onderin belanden en het fijne grondwerk belandt bovenop, waardoor je eigenlijk in één werkgang een mooi zaaibed creëert. We staan met een overtopfrees met haakse messen. Nou, deze heeft dan de middenaandrijving, de rest heeft een zijaandrijving, dus we hebben meer mogelijkheden met een diepere bewerking. Anders heb je altijd wat, dat kun je ook zien bij andere machines, waar altijd een wiel naast me of een schijf naast moet lopen om het netjes te houden. Aan deze machine zitten speciaal gemaakte schoppen die heel ondiep de grond afschaven. Ik ben al lang op zoek naar een machine die in staat is om je groenbemester of je gras of andere gewassen in het voorjaar zo klein te maken dat die of verdroogt of weet te verteren. En ik heb van alles geprobeerd. En nou, 2 jaar geleden kwam ik deze machine tegen, of 3 jaar geleden. Ja. En nou, dat was, gelijk was ik helemaal enthousiast. Nou, we staan hier bij de Berti Polaris Bio Frees. De machine werkt in principe net zoals een normale frees. Er zit een freesas in met gangbare freesmessen. Deze messen hebben een klein beetje overlap, dus zodat de hele breedte met de grond afgesneden wordt. Het voornaamste verschil tussen een normale frees en een biofrees is dat de biofrees op iets hoger toerental freest. Dus waar een normale frees met een pak een beetje 230 toeren op de freesas werkt, freest deze machine met 300 toeren. Daardoor kun je meer biomassa wegwerken in een kortere tijd. Ja, laat maar gaan rijden, zou ik zeggen. Deze machine is bestemd voor een volveldse afsnijding van grasklaver staan we hierin. De machine is zo gebouwd dat die symmetrisch is gebouwd, zodat de machine voorop en achterop kan. Belangrijk bij deze machine is dat de punt van de schoffel, van het mes, achter het draaipunt zit op de machine, waardoor de machine altijd de grond in getrild wordt eigenlijk. Het doel is om zo ondiep mogelijk de onkruid af te snijden. Wat wij hopen te bereiken met deze demo's is niet alleen dat boeren geïnspireerd zijn en meer kennis hebben over nieuwe vormen van bodembewerking, maar dat ze misschien ook al zelf of samen met hun loonwerker zo'n machine aanschaffen en gaan kijken hoe dat op hun bedrijf ook kan werken en hoe dat hun bodem kan verbeteren.